Hoi en welkom bij onze vlog. Momenteel zijn wij in de Vergt. Wat gaan we doen in de Vergt, Danielle? Nou, vandaag gaan wij praten met inwoners en kijken wat zij zouden willen veranderen als zij voor één dag in hun leven burgemeester van Zaltbommel zouden zijn. Ja, nou, het wordt onze eerste keer. Ik vind het best wel spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, het is wel heel belangrijk om te weten wat er bij de inwoners speelt natuurlijk. Dus... We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan op pad. En we houden jullie op de hoogte. Yes, we zijn zo weer niet terug. Ik kan knippen hoor. Leeg zijn of hebben we al een opbrengst? Nou, we zijn nu halverwege onze eerste canvas tocht. Ja, wat hebben we tot nu... Nou, het is best wel koud. Dat is gewoon echt zo. Maar we hebben al best wel heel veel mensen gesproken. Het is goed om te weten om niet in het donker eigenlijk op pad te gaan, want dan doen heel veel mensen niet open. Er zijn heel veel mensen die minstens 3 of 4, 8 sloten hebben. Ja, dat is de eerste keer dat wij dit zien. Dus wel... ja. Maar goed, ze voelen zich wel veilig. Dat is fijn om te horen. Dat is heel bijzonder om te horen. Ja, wat hebben we verder? Wat nou meer? Over het algemeen is iedereen weer vrij tevreden. Ja, ze voelen zich veilig. Dat is fijn om te horen. De straat is net vernieuwd in de wijk, dus het groen kwam steeds meer terug. Dat is ook bijzonder om te horen. Verder hebben ze wel last van katten. Ja, ja. Steeds niet zo blij dus daar gaan we even over nadenken. Wat was er nog meer? Ja, ze willen dat het zwembad sneller komt. Ja, dat vinden ze ook wel heel belangrijk. Ja, dat was eigenlijk al een beetje wat we tot nu toe hebben. Nou, die laatste mevrouw die wilde graag een invalide paal. Invalide paal. Voor haar parkeerplek. Ja. Dus wij gaan kijken wat is dit? Wat we daarmee kunnen. Ja. Maar je stelt niet meer scherp. Je stelt niet meer scherp. Nou, wij gaan maar even verder. Dag! 2,5 uur later. Laten we het toch even. Inmiddels 2,5 uur later. Yes. Hebben we nog iets nieuws om te melden? Je moet echt iets melden. Ik kan niet zeggen, het is nu inmiddels 2 uur later. Nee, dat klopt. Het is inmiddels 2 uur later. Het is super koud. Het is echt wel koud buiten. Dus we zijn nu al best klaar mee. Ja, toch? Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar we hebben wel echt heel veel mensen gesproken. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet de deur open doen. Ja. Omdat het inderdaad ook al donker is. Dus dan moeten we de volgende keer wat anders op verzinnen. Hebben we nog belangrijke onderwerpen die we gemist hebben in de vorige tekst? Nou, ik kan even kijken. Het boekje van Isabel. Het grote boek van Isabel. Ja, ik weet het even over. Ja. Oh, jawel, ik weet het ineens. Kijk, ik heb uitgebreid verslag gedaan. Ja. Nou, wat kunnen we nog meer vertellen? Oh, de speeltuinen voor de kinderen. Ja, speeltuinen voor de kinderen. Zijn er hier niet heel veel. Op zich wel genoeg. Wel een beetje verouderd. Dus daar zouden we wel op in kunnen spelen. Ja, en iemand wilde wat meer cultuur in de stad. Iets meer met muziek en misschien evenementen of zo. Iets en wat jammer is, maar dat is achteraf. Dat het, de renovaties die er zijn gedaan door de gemeente, die hebben wel voor wat overlast gezorgd. Ja. En dat is 2 jaar geleden inmiddels, hè? Dus, en nog steeds is er wel eens lekkages en dat soort dingen. Dingen die loslaten door de lekkages. In de badkamer. Ja. Dat is wel iets minder. Maar goed, ze zijn blij met het resultaat. Ja. En dat is het belangrijkste wat telt. Oké. Okay. Dus nou, wij gaan deze dag afsluiten. En stoppen ermee. We zien jullie volgende keer weer. Doei! Doei!